kom je 's ochtends eigenlijk binnen. Dan loop ik hier nog gewoon eerst lekker een uurtje nog gewoon een rondje tussen 10 en 11. Het is zo mooi eigenlijk wat hier allemaal groeit. Het is allemaal oude rassen die niemand heeft eigenlijk. De postelijn, de kruiden, de groenten. Alles heeft iedere dag weer een andere smaak. Dus voor inspiratie, waanzinnig. Ja, hier staan we voor restaurant Bentink op buitenplaats Amerongen eigenlijk. Bentink zijn de oude paardenstallen. Een zeer toegankelijk concept voor ieder wat wils. Dus je eet ook echt letterlijk in de stallen met een mooie paardenkop erboven. Dus fantastisch. Ja, mijn visie, mijn stijl is eigenlijk een licht verteerbare keuken eigenlijk. Met veel groentes en veel rauwe producten. Elk gerecht heeft eigenlijk weer een andere identiteit. Maar allemaal gebaseerd eigenlijk op de tuin en de landgroei die we hier omheen hebben. Ik ben nu 4-5 kaarten verder en de rest gaat volgen. Als ik een gerecht samenstel, eigenlijk naar het aanbod wat deze plek, deze plaats hier zo geeft. Een koolrabi, ik kom net uit mijn tuin zetten, dan ga ik erover nadenken, ga ik hem proeven. En dan ga ik bedenken van oké, wat ga ik erbij doen. De basis is vaak groente, maar wel met ondersteunend van een goed kwalitatief stuk vlees, vis. Vegetarisch is ook altijd mogelijk en vooral wat ik heel belangrijk vind is een mooie saus. Om chef te zijn is voor mij zeer belangrijk. Ik ben vanzelf gewoon zeer creatief en ik kan eigenlijk helemaal niet stilzitten. Ja, met de producten, de mooiste spullen uit de regio, de mooiste producten om daarmee te werken, dat word ik gewoon gelukkig van.